gewoon kiezen tussen twee alternatieven. Studeren of werken? Ja. Ah, werken. Ja. Apple of Sony? Apple. Go ahead. Of Ajax? Ja, dat is zo'n vraag van, weet ik wat betekent, go ahead. Ja, nou, die zijn, go ahead, die zijn te makkelijk. Ja. We gaan door naar wat moeilijkere vragen. Ja. Bij de Belastingdienst aan het werk gegaan, in een soort van werkleertraject. Al snel ontdekt dat de ambtenarij niet de omgeving was waar ik erg goed ging gedijen. En Apple kwam op mijn pad. En daar ontdekte ik dat met hard werken en heel erg je best doen, je ook stappen kunt maken. Ja. En de eerste stappen bij Apple gingen voorspoedig. Bij Cisco ook gedaan. En toen kreeg ik de uitdaging van mijn toenmalige mentor, de president van Europa. Joh, je hebt nooit een pepernoot verkocht. Jij gaat vanaf volgende maand verkoopdirecteur worden. Je gaat de sales in. Nou, dat was natuurlijk een sprong in heel koud en diep water. Uit de periode waar ik het minst het gevoel heb gehad een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van een organisatie en ook dat denk ik het minst op mijn recht ben gekomen. Maar geen spijt? Nou, ik heb eigenlijk nooit ergens spijt van. Misschien heb ik spijt van de dingen die ik nog niet gedaan heb, maar niet van de dingen die ik gedaan heb. Er komt er wel iets voorbij. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Maar uiteindelijk kwam Cent voorbij met de aanbieding om daar CEO te worden. En dat heb ik van september 2011 tot het najaar 2015 met heel veel plezier gedaan. En ook denk ik met heel veel resultaten. We zeggen intern ook, als je het over onze producten hebt, wij zetten alles op alles. Dus of je nu een auto wil beletteren, of vlaggen wil maken, visitekaartjes wil drukken. Dat productportfolio is breed en maken we steeds breder. En in dat productportfolio wordt het ook steeds dieper, dus met heel veel kwaliteitssoorten. Hoe gaat het eruit zien? Nou, ik heb in de eerste maanden heel veel met mensen hier contact gehad in het bedrijf, met klanten. Natuurlijk alle stakeholders gesproken om een visie te creëren die past bij de dynamiek van de markt en ook de capaciteit van de organisatie en de wens van de klanten. De plek waar we nu staan, onze omzet in 4 jaar tijd verdrievoudigen. We willen de beste werkgever worden. En daarnaast willen we een net promoter score van 70 gemiddeld halen. En die drie doelen zijn niet uitwisselbaar. Die zijn alle drie even belangrijk. En willen we ook alle drie realiseren ongeveer in 2020-2021. Maar CFO is eigenlijk zal je grootste oppositie moeten zijn. Ik organiseer de oppositie zodanig dat de CFO zich comfortabel voelt om advocaat van de duivel te zijn. Te proberen om de commerciële druk die ik als CEO op de organisatie leg, als zonder weerstand te bieden, door te vragen. De vraag te stellen, ja, show me the money. Ja. Maar toch wel kritisch te zijn ten aanzien van de euforie die soms in een groeiende organisatie sluipt. Daarnaast wel dat die ondersteunend natuurlijk is en voorkomt dat je uitglijders maakt. En in controle bent feitelijk. Ja. En heb je nog een goed advies voor onze CFO-doelgroep? Nou, aan de ene kant kwetsbaarder door die persoonlijkheid te laten zien. En aan de andere kant ook laten zien waar die voor staat. Ja. Ook hardop uit durven spreken of iets goed is of niet goed is in zijn ogen. En daarnaast gewoon businesspartner zijn van alle onderdelen in een onderneming. Ja. Niet met de mensen. Jullie hebben in het verleden met meerdere mensen uit managementteams gesproken voordat je de opdracht vervulde om een key professional in de baan te plaatsen. En ik denk dat dat voor mij het grote vertrouwen geeft dat als je dan ook overgaat op het aannemen van een van die belangrijke mensen, dat je in ieder geval weet van nou, die is goed voorbereid op wat hij gaat aantreffen. Die krijgt geen verrassingen van, oh, maar dat hadden ze me er van tevoren niet bij verteld. En dat maakt dat de succesrate hoger is, denk ik, dan waar dan ook. Ja. Dankjewel voor deze lovende woorden. En wij wensen jou natuurlijk super veel succes hier bij Wiel.nl. Dankjewel, Lisbeth. Succes aan jou en je team.